Ik sta hier namens de comité's en de organisatie van dit gebeuren. Mijn naam is Sjaak Lucassen. Allereerst een woord van dank aan de bewoners van het Meepelhof voor hun gastvrijheid, zodat we vandaag weer met zoveel hier kunnen zijn. We houden de herinnering aan de immigratiegolf van de na de Tweede Wereldoorlog tot de midden 50e jaren van de vorige eeuw levendig. De paal die door de maker Austin McHugh de naam Witzkiwandiwin kreeg, wat vriendschap betekent. De meeste mensen van toen, die toen naar Canada vertrokken zijn, leven niet meer. Toen ging even die spreuk, of dat gezegde ging door het hoofd. Witzkiwandiwin. Ja, vriendschap betekent, dat weten we allemaal. Maar ik, als je het fonetisch hoort, dan denk je, wie waagt die wint? Zo zou je het ook kunnen verstaan. En wie waagt die wint? Dat waren er zo'n 300 Mariahoutenaren na de Tweede Wereldoorlog. Die hebben gewaagd. Die hebben de stap genomen naar Canada om daar een nieuwe toekomst op te bouwen. En wat fijn dat die mensen daar op een goede manier zijn ontvangen. Ze hebben het niet eenvoudig gehad. Soms hoor ik ook de verhalen. En, zoals die ook zijn opgetekend door Jacques. En dan denk ik, ze hebben het niet allemaal eenvoudig gehad. Maar ze hebben gewaagd en ze hebben voor een belangrijk deel ook gewonnen. En ze hebben hun eigen toekomst daar opgebouwd. Wim, samen uitnodigen. Nu, het grote moment is daar om de paal te onthullen. Want we hadden nog wat over, hebben we een aangepaste plaquette kunnen maken. Die aangepaste plaquette die willen we laten openen door het Canada Reuniecomité.
Mooi. Bedankt. Oh, Annie van de Boomhoort, ook nog fijn. Het geeft zoveel voldoening en het geeft ons Maria Houtenaar zo'n gevoel van trots dat iemand hier op de meter, die hier woont, die zoveel hart ervoor heeft, ook nog dagelijks naar het mooie product. We zijn hartstikke trots op. Bedankt voor alles. Laat